sinds het afzetten van Saddam, of in ieder geval onder Saddam, was alle olie in Irak was genationaliseerd. Was gewoon van Irak, was van de Irakezen. Ja. Nu is het zo dat toen tijdens het embargo, dus tussen 91, ja, eigenlijk en nu, was er een soort van uitwisselingsprogramma waarin Irak olie leverde. En zeg maar Amerika, of in ieder geval het Westen, leverde medicijnen en nou, dat soort dingen. Op dit moment is, voor zover ik weet, voor wat ik als laatst heb gelezen, is 80% van de oliereserves in Irak is nu in westerse handen. Ja. De winst daarvan vloeit gewoon naar buiten Irak. Ik kan me goed voorstellen dat ze dat willen beschermen. Want als ze dus zouden weggaan met z'n allen, wie gaat die olievelden beschermen, ja, precies, waar die westerse bedrijven van afhankelijk zijn? Ja, precies. Ja. Dus ja, ik zie ze niet, ik zie ze ook niet vertrekken. Erik, ik denk dat ze daar permanent zullen zijn. Terug te komen op de stelling en datgene wat Ahmed Aslanwar nu zegt, zeg maar. Vertrouwen in Obama, heb jij dat? Vertrouwen in Obama, heb ik dat? Ja of nee? Nee. Oh, ja. Waarom niet? Puur om deze kwestie. Ik zeg nog steeds waarmee hij zijn fysieke verkiezing heeft gewonnen. Is nog steeds dat hij heel veel moeders en vaders heeft beloofd hun kinderen terug te halen. Ja, dat is een van de redenen inderdaad. Ja, klopt. En nu wordt er zelfs gesproken over Iran. Over het... ik mis wat transparantie bij de huidige regering in Amerika. Eigenlijk bij alle regeringen overal. Ik bedoel, we zijn het er altijd over eens dat eigenlijk het oorlog niet gegrond was. Want ze hebben geen moer gevonden. Mm-hmm, mm-hmm. Ze hebben eigenlijk niks gevonden. En nee. Dat vind ik als nieuwe president, als je gewoon echt true bent, dat je gewoon zegt, jongens, hè, we hebben een fout gemaakt, sorry. Maar kan je dat veroorloven? Dat is je plicht zelf. Ja, maar kijk, dan gaan zeg maar de tegenstanders van dit argument, die zullen beargumenteren dat als je nu weg, dus dan zeggen ze van, oké, we hebben geen massavernietigingswapens gevonden. Die geef ik je. Maar er is nu een burgeroorlog daar. We kunnen ze niet zo laten. Ze gaan elkaar afslachten. Dat is het argument wat nu gebruikt wordt. Dan maar. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan maar. Het is hetzelfde als je... Ik vraag me af, wie is Amerika dan om dan als grote broer op te treden? Ja. Want ik denk dat de oorlog die nu gaande is gewoon uit frustratie is. Omdat ze een soort van Big Brother bij hebben. Nou, we hebben allemaal filmpjes gezien hoe dominant sommige militairen daar tegenover de locals kunnen zijn. Ja. Ik bedoel, die mensen worden echt gewoon als stukje stront soms behandeld. Ja. Mm-hmm. De mensen die daar nu zitten als militair, die zijn gewoon niet capabel genoeg om te kunnen verplaatsen in zulke mensen, om met zulke mensen om te gaan. Ja. Die zien het als een sport. Die zoeken gewoon reden om je neer te knallen. Ja, je bent in paraatheid gesteld. Dus als je dat niet kan uitoefenen, hoe sta je daarover tegenover? Denk je niet dat het een frustratie op een gegeven moment kan zijn? Nee, ik vind Amerikanen over het algemeen een wat lagere IQ hebben dan de rest van de wereld. En helemaal die mannen die daar nu in het leger vechten. Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal een filmpje afgelopen maand kunnen zien hoe ze een paar journalisten aan het neerknallen waren vanaf een helikopter. Ja, waar precies. Het duidelijk waren dat het gewoon fotocamera's waren en mensen gewoon aan het chillen waren. Maar ja, het was een wapen en gewoon vragen het de kleinkind om toestemming. Weet je, zulke mensen zijn daar, mensen aan het verdedigen. Ja, je bent getraind om te schieten. Niet getraind om... Je bent getraind om juist te schieten en om juiste beslissingen te nemen. Nee, dat is dus niet zo. Niet uit verveling. Nee, dat is niet zo. Je wordt getraind om te schieten en bevelen op te volgen. Als jij een bevel niet opvolgt, dan word je gewoon voor de krijgsmacht gesleept. Ja, dat is gangster shit, man. Pas als jij een bevel opvolgt en het gaat fout, dan kun jij alsnog zeg maar degene zijn die daar de schuld van krijgt. Ook al zeg je van ja, ik heb maar bevelen opgevolgd. Maar zo'n soldaat die gaat niet een bevel negeren, omdat hij dan sowieso weet dat hij de lul is. Want je komt gewoon voor de krijgsmacht. Nee, dat zeg ik niet, dat ze een bevel negeren. Ze kregen geen bevel om te schieten. Ze vroegen bevel en ze gaven je verkeerde informatie door. Ik bedoel, als ik hier zat in Amsterdam en ik kreeg te horen, ja, mannen, wapens, ze richten, vijandig, mogen we schieten? Ja. Maar als je maar zegt, hey, ja, een paar dudes aan het chillen met camera's.
Ja, hell no. Nee, is inschattingsfouten die mensen daar maken. Of ze zijn aan de kook of zo, ik weet niet wat met ze is. Ja, ja. Maar ze sporen niet. Nou, dat sowieso ook. En dat heb ik ook. Ik heb ook enkele collega's met wie ik werk die ook in de Nederlandse leger gezeten hebben. Ja. En die ook getraind hebben met Amerikaanse soldaten. Ja. Zeggen die gaan ze sporen gewoon. Die schieten gewoon in het rond. Zijn het als kleine kleuters met wapens. Die hebben geen inschattingsvermogen. En dat is ook. Mensen zijn nu daar. Ja. En dan vind je het raar dat mensen daar para rondlopen. Nee, precies.